Welkom bij Kerstzang bij Kaarslicht, gepresenteerd vanuit de Grote of Sint-Janskerk aan de Lange Kerkstraat in Schiedam. Ieder jaar wordt dit concert georganiseerd, maar door corona dreigde ook dit concert in het water te vallen. Maar we hebben alle zangers, muzikanten, dichters en dansers gevraagd toch te komen en op corona-manier hier het concert te organiseren. U gaat kerstliederen horen die we al eerder hebben opgenomen en een aantal kerstmuziekstukken. En ook volgens de traditie doen we natuurlijk het kerstverhaal en dat wordt voorgelezen door burgemeester Cor Lamers. We wensen u heel veel kijk- en luisterplezier bij Kerstzang bij Kaarslicht.
Jezus voor uit het Evangelie volgens Lucas. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek, legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Thank you.
Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer."
En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft.
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze hun over dat, wat er over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Find him soon by the star shining brightly in the sky of Bethlehem.
Waar sta je bij stil in een jaar waarin alles stil stond? Het dagelijks leven moest wijken, alles aan de kant. Waarin we noodgedwongen op de plaats rust. We hadden onverwachte tijd, alleen niet meer in eigen hand. We kregen haast met onthaasten, want we willen zo snel mogelijk weer terug naar hoe het was. Weg van dit nieuwe normaal. Geen bloemetjes buiten, we blijven binnen de perken. Laten ons beperken. Gezondheid en veiligheid staan nu centraal. Waar sta je bij stil in een jaar waarin alles stil stond? We langs een onzichtbare afgrond nog altijd behoedzaam bewegen, zij het afschuwelijk traag. Want we willen vooruit. We willen weer dromen over alles dat ons nu is ontnomen. We willen het terug, het liefst nog vandaag. Waar sta je bij stil in een jaar waarin alles stil stond? Het leven nog altijd stilstaat en soms zelfs voorbij. We tellen besmettingen, zieken, zien de grafieken. Er zijn lege plekken aan tafels, daar is het verlies zo dichtbij. Waar sta je bij stil in een jaar waarin alles stil stond? Een jaar vol verdriet, vol angst en gemis. Waarin we gevangen tussen verstand en verlangen afscheid namen van vrijheden, mensen. Van zelfsprekendheden werden wensen. We leerden wat echt belangrijk is. Na dit jaar van accepteren, balanceren, maar ook herwaarderen, nemen we niet alles meer zomaar voor lief. Waarom zou je stilstaan als je tot in je diepste vezel snakt naar beweging, weg van dit alles, een nieuw perspectief? De vraag die ons rest nu, staan we stil bij wat we hebben verloren of vinden we met elkaar toch nog ergens de kracht om te denken, anders te kijken, op zoek te gaan naar dat wat dit jaar ons ook heeft gebracht? Want juist als de wereld op haar allerlelijkst onmacht overheerst en de emoties ons hoog, kijken we om ons heen, over grenzen, beperkingen, ontstaan er ontroerend mooie dingen, verliezen we elkaar niet uit het oog. Afgelopen jaar keken we om naar elkaar, echt om naar de ander, hielden elkaar vast en op de been. We deelden verhalen, verdriet en verlangens, we boden troost, liefde, hoop, niemand hoefde alleen. We leerden opnieuw te kijken naar alledaagse dingen, zagen plots de waarde van dat wat er altijd al was. We konden op elkaar leunen, wisten elkaar te vinden, te steunen. De stad liet haar ware gezicht zien en voor mij is het nu zo helder als glas. We zijn een stad vol verdriet, er is angst en gemis en hoe moeilijk dat ook is, we willen en moeten ook door. En dus steken we de handen uit de mouwen, bieden elkaar hulp en een schouder. Zoveel licht in de duisternis, iedereen ging en gaat ervoor. Stilstaan in een jaar waarin alles stil stond, maar deze stad moed hield en kracht vond, elkaar vasthield en bijstond, wegtrok van de afgrond. Troost vond bij elkaar, in deze dagen zo kil. Schiedammers op hun best, samen zo enorm sterk. En hier in deze kerk sta ik daar graag even heel dankbaar bij stil. Thank you.
nu we bijna aan het einde van deze kerstzang bij kaarslicht zijn gekomen, wil ik graag de medewerkenden bedanken. In willekeurige volgorde. Vocale Sint-Jan onder leiding van Arjen Leistra. De opnames zijn al gemaakt op 14 december. Stadsorganist Arjen Leistra. Annette Rosjes, sopraan. Annelies Prins, sopraan. Esther van Leeuwen, dans. Stadsdichter Yvette Neuswanger. En burgemeester Lamers voor de lezingen. Ten slotte, als u een bijdrage wil geven voor de bestrijding van de onkosten van deze dienst, gaat u dan naar de website pkngrotekerkschiedam.nl doneren. Dank u wel.
Tot zover deze uitzending van Kerstzang bij Kaarslicht. Gepresenteerd en gezongen vanuit de Grote of Sint-Jankerk aan de Lange Kerkstraat in Schiedam. Het is een lege kerk waar de stoelen ook onbezet bleven. En dat had natuurlijk alles met corona te maken. We danken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit programma. En we wensen alle Schiedammers, waar ook, voor de televisie, achter de laptop, de telefoon of de iPad, hele fijne kerstdagen toe en een veilige jaarwisseling. En bovenal een gezond 2021. Graag tot de volgende keer.